Hallo, ik ben Matthias van der Bazen, digitale dataconservator bij de Vlaamse Kunstcollectie. In deze video geven we een algemene introductie over Art of Flanders, een nieuw platform voor beeldende kunstcollecties die raadpleegbaar is via arthub.vlaamsekunstcollectie.be. Wat is de Arthub? De Arthub is een zoekmachine voor informatie over museale objecten van de beeldende kunstenmusea in Vlaanderen. Alle informatie over objecten is gepubliceerd als open data en is bestemd voor hergebruik. Momenteel omvat de Arthub meer dan 15.000 objectopschrijvingen. Uit het Museum voor Schone Kunsten in Gent, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en het Groningen Museum in Brugge. De Arthub zal verder uitgebreid worden met collecties van andere Vlaamse musea voor schone en hedendaagse kunsten. De Arthub richt zich op diverse doelgroepen. We mikken op kunst- en erfgoedprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers, leerkrachten, studenten, digitale makers en een breed publiek van geïnteresseerden in kunstcollecties. Wat is nu de meerwaarde van de Arthub? Waarom hebben we de Arthub ontwikkeld? In dit luik gaan we dieper in op de mogelijkheden op vlak van toeleiding naar collecties, hergebruik en koppeling van de data. Deze mogelijkheden illustreren we telkens aan de hand van een aantal voorbeelden. We starten met toeleiding naar collecties. De Arthub kan antwoorden geven op specifieke vragen via een gebruiksvriendelijke zoekinterface. Zo bieden we geïnteresseerden een open toegang tot de museale collecties. De analyse van het bezoekersverkeer kan als basis gebruikt worden om interesses en trends in kaart te brengen. Zo kunnen we zeer hun collecties ook vraaggestuurd digitaal ontsluiten via het web. Een volgende stap betreft het hergebruik van de objectbeschrijvingen in de Arthub. We geven een aantal voorbeelden. Door data vrij te stellen via de Arthub verhoogt de zichtbaarheid van de Vlaamse kunstcollecties op Google. Door data te delen met Wikidata en Wikipedia levert een zoekopdracht op Google een verwijzing naar het museale object in Wikipedia. De data in de Arthub kunnen op termijn ook hergebruikt worden in internationale platformen zoals Europeana Collections, die toegang biedt tot meer dan 50 miljoen gedigitaliseerde objecten. Door de gegevens uit verschillende collecties te verzamelen en te analyseren, kan je tot nieuwe inzichten over collecties komen, inzichten die tot voorbij de muren van individuele musea gaan. De gedeelde data kan als bijkomende input gebruikt worden om het historische acquisitiebeleid in beeld te brengen. De data in de Arthub kunnen ook gebruikt worden in nieuwe applicaties, zoals publieksvriendelijke websites of onderzoeksinstrumenten opgezet vanuit een specifiek perspectief, zoals kunstenaars, thema's, materiaal, tijdsperiodes en objecttypes. Ten slotte belichten we de koppeling van data uit de Arthub. De data in de Arthub zijn klaar om gekoppeld te worden aan andere datasets, zoals bibliotheekregistratiesystemen, databanken met bijkomende achtergrondinformatie of onderzoeksportalen. Een toepassing van zo'n koppeling is bijvoorbeeld het grafiekportaal, een internationaal portaal met informatie over grafische verzamelingen uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Op een detailpagina van een kunstwerk vind je er een automatische koppeling links naar onder meer de Deutsche Nationalbibliotheek. Als je doorklikt op de link, kom je terecht op de fiche van de kunstenaar, waar er sprake is van 9 publicaties waar de kunstenaar bij betrokken is. Die kan je verder raadplegen in een overzicht. Een ander voorbeeld is de mogelijkheid om via Wikidata een koppeling te maken tussen objecten en bestaande datasets. Met wat handigheid kan je zo werken uit het Louvre met het stedelijke landschap van Parijs als thema koppelen aan de geografische locatie van het weergegeven stadszicht. Het eindresultaat is een kaart met gegeorefereerde kunstwerken. De mogelijkheden met datasets van Wikidata zijn oneindig. Via een dataset op Wikipedia werd bijvoorbeeld ook een verzameling gemaakt van kunstwerken met beeldenissen van echtgenotes van kunstenaars. Via koppeling kunnen bestaande objectbeschrijvingen uit de Arthub verrijkt worden met nieuwe informatie, om zo verder onderzoek mogelijk te maken. In deze video kwam aan bod wat de Arthub is, voor wie het bedoeld is en wat de meerwaarde is van dit platform.
In een volgende video leggen we uit hoe je als bezoeker of erfgoedmedewerker de Arthur kan raadplegen.